Hast en Ierlien sloeg bij Hazenberg het neetlot ta. In zijn bedrijf waar het vogelgriep constateerde. Alle hinnen waren rommen. Hans Hazenberg woe soks net weer mij meidje. En gie onder slag. Hij betocht een kleed dat stof en oorvocht opkeren mat. Nou hast en hier, nadat zijn stal leeg hellen waard, maakt hij kans op de prijs. Ja, het is eigenlijk wel wat dubbel. Maar aan de andere kant, als het nou slag hier maar en slag hier ken, dan heb ik weer een goed gevoel erover. En dan kiest eigenlijk ik voor als ondernemer. Ik heb dus vochtigheidsmeters in de stal. Ik ventileer op vochtigheid. En aan de zijkant waar het grieze kleed zit, wordt het inzogen de lucht en boppen giet er weer uit. En wat nou creëert, de haast het vocht en de vierkes en het stof en alles haast zien. Dus je hoort dit wel, dat is het wel twee keer moest reinigen in het dier. Maar dat heeft, zoals in mijn beleving van toen ik het kreeg, is het echt vochtig waar. Dus had ik nou het vocht al een keer voor 80%. En ik keer het stof en de vierkes ik van wilde vogels. Dus wat haalt je dan zien? Dan denk je van, nou, als ik 90% slaag in heb, dan ben ik al blij. Hazenberg kreeg het stadig gewoon erkenning voor zijn uitvinding. Zelfs de Wageningen Universiteit wil zien of het echt een oplossing wijzen kan. Als ik het zo mee heen, ja, dan is er wel gedachtegang over. En ik krijg nu ook meer gedachtegang, maar we gaan nu tot het tijd in van een vogelgriep druk werd. Dus er zijn toch boeren die nu begint na te denken van, nou, is dit voor ons? Want in kasten is het eigenlijk maar een druppel op zo'n bedrijf.